De meeste landen in de wereld hebben een eigen rijstonderzoekcentrum. Suriname heeft ook één, waar er onderzoek naar nieuwe rijstrassen en variëteiten wordt verricht. Dit gebeurde allemaal in het Anne van Dijk Onderzoekscentrum Nikeri, ADRON. De activiteiten van het ADRON worden uitgevoerd naar aanleiding van de problemen in het veld en de behoeften op de markt. Volgens ADRON-directeur Nareen Gayadin is de taak van het centrum om nieuwe rassen en variëteiten te veredelen. Veredelen is het beschikbaar maken van zuiver zaad van bestaande rijstrassen en het verbeteren van de huidige rassen. Gayadin legt uit wat het veredelingsproces verder inhoudt. En zo'n proces van veredelen duurt 8 tot 10 jaar. En elk seizoen wordt gemiddeld dicht bij de 100 kruisingen gemaakt. Moet je eens voorstellen, dat is een hele management op zich. Want die vader en de moederplant moeten gezamenlijk bloeien om de kruising te kunnen maken. En wat we dan doen bij zo'n kruising is dat we van die moederplanten die meeldraden wegzuigen. Dat blijft alleen de stamper over en dat wordt bestoven met die vaderplant. Dus dat doen we. En dan hebben we 6 generaties, dus 6 seizoenen lang, dat we de selecties doen. Uithalen van wat we precies willen hebben. Dus er wordt heel wat materiaal weggegooid, wat niet beoogd is tijdens de kruising. En als je al iets hebt waarvoor je uitgekeken hebt tijdens de kruising, dan wordt die in stand gehouden. Het wordt geprobeerd om zo zuiver mogelijk te houden. En dan gaan we de opbrengsten observeren. Dat wordt in de OIT gedaan, Observational Yield Trial. Alle processen en onderzoeken nemen volgens Gayadin enkele jaren in beslag. En pas na 8 tot 9 jaar kan het ADRON overgaan tot het uitgeven of produceren van nieuwe rijstsoorten. Het werk van een veredelaar is zwaar en kan bijna vergeleken worden met gokken, zegt Gayadin. Ja, dus een veredelaar heeft een zware job. Een veredelaar is net als gokken. Hè? Je hebt heel wat materiaal en uiteindelijk moet je daaruit de juiste proberen uit te vinden. Dat stabiel blijft en dat ook gewild is. Want onze focus is natuurlijk te veredelen voor de export. Want dat is onze focus. Lokale consumptie stelt bijna niet voor vergeleken met de export. Dus dat is, daaraan werken we. Nareen Gayadin, directeur van het Anne van Dijk Onderzoekscentrum Nikeri ADRON. Onze nieuwsdienst heeft met hem gesproken over de activiteiten van het ADRON, het onderzoekscentrum, waar er nieuwe rijstrassen en variëteiten worden ontwikkeld. Het werk wordt uitgevoerd aan de hand van de problemen in het veld en de behoeften op de markt.